Voilà. Ik ga Nadia en Sahi kort introduceren. Dus Nadia is, ik heb het geluk Nadia mijn oud-collega te mogen noemen. Zij was sinds recent actief bij, zij werkte voor Broederlijk Deel en Pax Christi Vlaanderen als beleidsmedewerker. En dus heel recent heeft zij dit boek geschreven, Dochter van Decolonisatie, dat ondertussen al aan een tweede druk toe is. Er zijn heel veel mensen die ondertussen al hebben gelezen, die daarmee aan de slag zijn gegaan, wat heel fijn is. Ik ga jou een heel korte vraag stellen, Nadia, voordat we naar de rest gaan. Dus het is op dit moment is een heel hectische periode. Je hebt al gezegd dat ze zelf op dit moment vanuit het buitenland zijn aan het bellen. Je hebt dit boek gelanceerd in volle coronatijd. Ondertussen zijn er die gebeurtenissen in Amerika bijgekomen. Waarbij het ook in België is op gereageerd geweest, omdat er ook heel veel structureel racisme is. De laatste dagen zijn er een aantal plekken waar standbeelden worden weggehaald. Er is van alles aan de gang. Ja, wat is het gevoel dat bij jou op dit moment overheerst? Ja, ik had natuurlijk niet kunnen denken dat het moment dat dit boek zou uitkomen. Ik had natuurlijk wel gedacht dat er rond 30 juni wel wat debat zou zijn. Maar wat ik vooral opmerk is dat er echt een vorm van groeiend activisme is. En dat is toch wel een groot verschil met ongeveer 10 jaar geleden. En 10 jaar geleden, 50 jaar onafhankelijkheid Congo. Toen had je die sfeer nog niet. Dus in die zin ben ik blij. Hè. Ik heb dat ook een paar weken geleden gezegd, dat ik inderdaad ook vind dat mensen die van zichzelf vinden dat ze inderdaad opkomen tegen onrecht en voor meer rechtvaardigheid in onze samenleving, dat ze zich ook veel meer laten horen. En wat er zondag ook gebeurd is, ik weet dat daar heel veel over is geschreven en zo, maar daar zijn wel 10.000 mensen samengekomen om een heel duidelijk boodschap op te geven: pak racisme aan. En het hele racisme-debat kan je ook niet zomaar gaan loskoppelen aan het debat rond kolonialisme en de koloniale periode van België. Dus in die zin, ik ben blij dat het debat gevoerd wordt, maar ik hoop ook heel erg dat we nu niet zomaar op een nieuwe mediagolf zijn, dat een paar weken, een paar dagen zal duren en dat alles dan weer eigenlijk ja, gewoon zijn eigen leventje zal gaan. Ik hoop dat we dit echt kunnen vasthouden. Vandaar dat ik ook in het laatste deel van mijn boek ook echt met pistes kom van hoe kunnen wij onze samenleving eigenlijk op een meer rechtvaardige manier gaan maken. En ik hoop heel erg dat dit boek mensen uit verschillende sectoren kan inspireren. Dus dat het ons collectief iets kan bijbrengen, maar dus ook ja, op niveau van individuen. Ja, en we zitten hier ook gelukkig met mensen uit verschillende sectoren samen, zowel de mensen die hier aanwezig zijn als de panelleden die hier aanwezig zijn. We gaan met de eerste persoon beginnen, met Els Schelfhout. En zij was een van de eerste personen die jij op je professioneel pad bent tegengekomen. Maar ik denk dat het direct interessant is dat je direct de passage voorleest in je boek en dan gaan we er dieper op ingaan. Voilà. Dus als context misschien ook wel even belangrijk om te schetsen. Dus Els was toenmalig was senatrice voor de CD&V. En jij was haar medewerkster. Het is over die periode dat je ook uitvoering in je boek schrijft, maar ik ga het jou laten voorlezen. Els spaart de minister van Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht, niet met haar interpellaties. Ze verandert haar kritische houding amper wanneer hij wordt opgevolgd door haar partijgenoten Yves Leterme en Stefan Van Acker. Door de kritische stijl van de Gucht ontstaat een diplomatieke crisis tussen België en Congo. Na zijn confrontatiepolitiek voeren zijn opvolgers een verzoeningspolitiek met de leiders in Congo. Af en toe publiceert Els een scherp opiniestuk over Congo. Haar reisverslag, De hele wereld houdt van Congo, maar niet van de Congolezen, is een van de beste stukken die ik heb gelezen. Hoe kan een witte vrouw in zo'n korte tijd het drama en de kracht van Congo en zijn bevolking vatten? Voilà. Welkom Els. Je mag je microfoon even uitzetten. De eerste vraag die dient zich al aan, omdat Nadia ze eigenlijk zelf stelt. Van jou, hoe heb je eigenlijk als, als, als,
als witte vrouw, hoe heb jij, ben je daar eigenlijk in geslaagd om die situatie zodanig te vatten dat Nadia daar ook door geraakt is geweest? Op zo'n korte tijd, dat is ja. belangrijk. Els heeft op zich, denk ik, 2-3 jaar of zo rond Congo gewerkt, terwijl er heel veel mensen zijn die vaak heel lang werken rond Congo. En ik vond dat bewonderingswaardig hoe zij eigenlijk in zo'n korte tijd geprobeerd heeft om te voeden, om te vatten wat er eigenlijk aan de hand was in dat land. Mm-hmm. Oké, Nadia. ik vond het bijzonder om jouw boek en dan ook dit hoofdstuk en deze passage in je boek te lezen. En ik vind het heel bijzonder om het je nu te horen voorlezen. Ik zou eigenlijk zelf voor mezelf de vraag willen omdraaien. Hoe komt het, zo dacht ik er toen over, en dat vind ik nog altijd, hoe komt het dat niet meer mensen, zowel in de politiek als buiten de politiek, dit drama en die kracht van Congo en de Congolese bevolking proberen vatten? Hoe komt het dat dat hier aan zoveel mensen, ook politiek, hoe komt het dat hier aan zoveel mensen voorbij gaat? Hoe komt het dat hier zo weinig mensen mee bezig zijn? En toen, maar ook vandaag nog, het drama dat in Oost-Congo gebeurt, hoe komt het dat er ons maar zo weinig raakt? Nu, concreet, wat mij betreft dan, ik ben in 2007 denk ik in de Senaat terechtgekomen als gecoördineerd senator. En ik heb de kans gehad, al in het voorjaar van 2008, om met de parlementaire missie van Karel de Gucht, Charles Michel en Pieter Pikrem mee te gaan naar Congo. En misschien even de verduidelijking hoe zo'n parlementaire missie er dan uitziet. Je hebt daar dan natuurlijk de ministers en in hun kielzog, het ambassadepersoneel in de eerste plaats, parlementsleden van de meerderheid die heel graag als slippendraaiers meegaan, als ik dat zo mag noemen. En dan daarnaast zitten daar nog heel wat andere, heel boeiende mensen. En dat zijn mensen uit NGO's die meegaan, mensen uit de culturele sector, mensen uit de bedrijfswereld, journalisten. En ik had het geluk van in zo'n heel boeiende groep terecht te komen. We hadden onder andere Peter Verlinde die mee was, Jan Goossens van toen Artsen onder Vakantie, nu Mama's for Africa, David van Rijbroek. En ja, ik denk dat het een beetje eigen was aan mij om mij vooral niet vast te bijten in het obligate programma en achter de ministers te lopen als slippendrager. Maar wat ik wel deed, was vooral heel veel contact leggen met die mensen die in die entourage zaten, naar hen luisteren, van hen leren. Ik heb eigenlijk echt het geluk gehad dat zij mij ook een stuk mee op sleeptouw hebben genomen. Ik ben niet alleen, als ik een voorbeeld mag geven, en niet alleen in het staatsziekenhuis Mama Jemo geweest, maar ik heb de kans gehad om allerhande activiteiten van vrijwilligers daarnaast daarbuiten te gaan bezoeken en te zien hoe welke activiteiten daar ontwikkeld werden om mensen van de straat te verzorgen, allerarmste zieken te verzorgen. Ik ben met Roger Huisman, onder andere journalist van het Belang van Limburg, meegeweest naar een project voor kindsoldaten. We hebben daar met kindsoldaten gesproken. En we hebben daar ook allebei samen zitten wenen om de getuigenissen die we toen hoorden. Dus ik heb heel veel kansen gekregen om buiten die entourage met de ministers ervaringen op te doen, dingen te zien. En Congo is op die manier echt heel erg onder mijn vel gekropen. En ja, wat doe je dan aan een parlementaire missie? Dan kom je niet thuis, heb ik toch niet. En dan ga je niet over tot de orde van de dag. Maar ik ben thuisgekomen. Ik ben eigenlijk als zot beginnen schrijven. Een aantal dingen van mijn afspraak beginnen schrijven. Maar ik heb echt ook geprobeerd om een aantal dingen beter te begrijpen. Dus ik heb nog heel veel contacten gelegd met heel diverse mensen. Hè. Dat ging van de militaire attaché voor Belgisch Congo naar Congolese vrouwenverenigingen in Brussel, wetenschappers, NGO's. Dus ik heb echt wel geprobeerd om op korte tijd Congo, dat onder mijn vel eigenlijk zat, maar om dat allemaal verder betekenis te geven. Ik ben parlementaire vragen beginnen stellen. Ik heb geschreven op Maxi in het parlement in functie van alles wat in Oost-Congo gebeurde. En ik heb dat inderdaad nu alleen gedaan ten aanzien van Karel de Gucht, minister de Gucht, maar ik heb dat ook bij andere betrokken ministers gedaan, wat mij betreft.
speelde dat geen rol wie het toen was die toen luisterde. Ik vond wel dat ze moesten luisteren. Maar dat Congo was echt in een Belgen proef. Mm-hmm. Ja. En in België heb je dat werk gedaan in de Senaat samen met Nadia, want Nadia werd dan jouw parlementaire medewerkster. En ik vond het heel frappant toen dat ik jou die vraag stelde van wil jij hier vanavond komen zitten? Dat je direct heel enthousiast was, dat je zei van ja, van Nadia wil ik dat wel doen. En je vertelde ook van, ik ben echt ook blij voor Nadia dat boek ook zo goed functioneert, ja. Dat het zoveel mensen mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus die band tussen jullie is op die korte tijd wel vrij intens geweest. Wat heb jij van Nadia geleerd in die periode als senatrice? Want natuurlijk werken jullie samen. Jullie luisteren natuurlijk ook naar elkaar. Ik hoor ook dat je ook een persoon bent die veel luistert. Hoe ging dat in die periode met jullie twee? Ja, ik herinner mij nog bijna als gisteren het sollicitatiegesprek met Nadia. En twee dingen wil ik daaruit echt naar voren lichten, omdat ze Nadia zo typeren. Nadia die echt iemand is die ook op inhoud gaat. Wat ik geweldig vond, hè, wat mij heel erg aansprak op inhoud. En niet geïnteresseerd is in alles wat daar rond zit. Hè, alle geplogenheden en... strategieën, al dan niet politieke strategieën en zo verder. En om u dat te illustreren, ik denk dat Nadia al een half uur zei van zich, Els, misschien zijn ze toen nog mevrouw Schelfatte, dat weet ik niet, maar dat heeft niet zo lang geduurd, dat hoefde ook niet, maar ze, ik moet toch geen partijkaart kopen, want dat ga ik niet doen, hè. We hebben natuurlijk voor mij absoluut niet noodzakelijk was. En dan een tweede opmerking, Nadia, was dat je zei van... En verwacht je nu van mij dat ik jouw koffie ga maken? en dat hoefde ook niet, maar ik kan u wel zeggen dat elke keer dat Nadia toch koffie maakte, en dat deed ze af en toe, en dat deed ze uit vrije beweging, dat was alsof ik een cadeau kreeg. Dus maar, wij hadden echt heel snel een klik. En dat was omdat Nadia ook echt op de inhoud speelde. En ik moet zeggen dat Nadia is heel kritisch. Ik denk dat iedereen die Nadia kent dat ook wel weet. Nadia is heel kritisch en heel open en heel eerlijk. En op die manier heeft Nadia mij eigenlijk altijd gemotiveerd om na te denken. En na te blijven denken en verder te gaan dan ik misschien anders had gedaan. Nadia was iemand die wat ik zei en wat ik dacht en wat ik schreef, echt een vraag durfde stellen. En ja, het ging er eigenlijk soms wel eens hevig aan toe bij ons op dat bureau. Hè. Dat Nadia echt zei van, maar nee, en je kunt dat niet maken en waar zit je nu mee bezig? En meestal deed ik dan uiteindelijk toch wel mijn zin, denk ik, Nadia, als ik dat mag zeggen. Maar het bleef wel hangen en ik dacht erover na. En ik vind dat het heel belangrijk is dat als je... als je iets wil bereiken, waar dan ook, maar in mijn geval dan in de politiek en rond die dossiers, dan heb je niks aan ja-knikkers. Hè? Je hebt niks aan mensen die je voortdurend gelijk geven en je blazoen willen oppoetsen. Je hebt mensen nodig die kritisch durven zijn, die hun gedacht durven zeggen. Je leert heel veel meer van kritische opmerkingen dan van ja-knikkers. Zo iemand, kritisch oprecht, dat heb ik in Nadia gevonden. En ik had dat heel snel door. En het klopt dat we dan ook een hele sterke band hebben gekregen, denk ik, onderweg. Nadia, als ik dat mag zeggen. Absoluut. En in 2010, hè, toen het gedaan was, toen het mandaat was afgelopen, is dat dan voor mij ook wel een hele harde nood geweest om te kraken. En om drie redenen, denk ik. En de eerste reden, en ik heb nu ook eens de kans om dat te zeggen, ik ben daar eigenlijk wel blij om, is omdat ik Congo en de regio van de Grote Meren, wat voor mij veel meer was dan een dossier, en wat mijn zoon na aan het hart ging, dat ik dat moest loslaten. Noodgedwongen eigenlijk. En dat ik heel lang het gevoel heb gehad dat ik daar mensen die op mij rekenden in de steek heb gelaten. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, heb ik er echt heel lang mee gezeten, dat ik het gevoel had, ik moet Nadia ontslagen. Dat was voor mij verschrikkelijk, want wij werkten heel goed en ik werkte heel graag samen met Nadia. En dat heeft mij ook persoonlijk echt wel geraakt. En dan, het derde betreft
terug naar mijn toekomst en mijn gezin en hoe ga ik nu verder en zo. Maar ja, 1 en 2, hè, dus Congo loslaten en Nadia loslaten, is absoluut niet evident geweest. Maar ja, Nadia heeft haar weg gevonden, natuurlijk. Daar had ze absoluut ook mij niet nodig. Dat stond in de sterren geschreven, denk ik. Hè. Hm? En een volgende vraag. Dus je hebt die korte periode in de politiek meegemaakt, waar je samen met Nadia actief was, echt rond dat dossier, de Grote Meren, Congo. En ja, je hebt ook altijd die ministers van Buitenlandse Zaken kritisch bevraagd. Er waren er 3 onder jou toen je senatrice was. Heb jij het gevoel vanuit jouw ervaring dat de Belgische politiek een positieve rol speelt in Congo? Misschien nog meer, of dat die een rol kan spelen en moet spelen? Ik vind dat eigenlijk een moeilijke vraag, want dat hangt natuurlijk heel sterk van het perspectief af. Hè? Maar goed, wat mij betreft kan België een rol spelen. Dat ik zeg, ja, in alle bescheidenheid en zeer beperkt. En ik denk dat nog weinig nationale staten een directe rol kunnen spelen ten aanzien van andere landen en andere staten. Hè. Dus dat België vooral een rol kan spelen in Europese context, in context van de VN, in communicatie en dialoog met de Afrikaanse Unie en zo verder. Hè. Maar dus België als klein land op zich een directe rol spelen in Congo, ja goed, daar wil ik even een vraagteken bij plaatsen. Nu, maar of we dat kunnen en of we dat willen, we doen het wel en we proberen het wel. En we proberen het nog altijd met wat ik eigenlijk een heel hypocriet doel noem, als ik dat woord dan hier al eventjes mag lossen. Mm-hmm. En begin het jaar, ik denk dat het eind januari was, is Wilmes is met minister De Crème en minister De Croo. Ze zijn naar Congo geweest. En ik heb geen zicht op de agenda. Ik weet niet wat er precies allemaal op de agenda stond en wat gezegd is. Maar ik heb wel gezien, gehoord en gelezen dat de premier, president Tshisekedi, heeft verzekerd dat België een welwillend partner zal zijn aan Congo. En dergelijke uitspraken en dergelijke houding, die volgens mij toch weinig kritisch was, dat komt bij mij nog altijd heel hard binnen. En dan denk ik van, ja, wat is veranderd in Congo? Wat is veranderd in Oost-Congo? Er zijn nog altijd rebellenbewegingen actief. Hè? Onder andere met steun vanuit Rwanda en president Kagame. Mensenrechten worden geschonden. Vrouwen worden verkracht, kinderen worden ontvoerd, er wordt geplunderd. Halve dorpen worden, of hele dorpen worden uitgemoord. En nu meer zelfs nog dan toen het geval was, 12 jaar geleden. Dus wat is veranderd en op welke manier anticiperen wij daarop vanuit politieke en diplomatieke contacten? En ja, goed, Kabila mag dan wel geen president meer zijn, maar hij is nog altijd, mag ik toch ook wel zeggen, de president achter de schermen. Hij heeft de koordjes nog heel stevig in de handen. Huidig president Tshisekedi, ja, goed, is eigenlijk geen democratisch verkozen president. Had daar op vandaag een democratisch verkozen president gezeten, dan had dat Martin Fayulu moeten zijn en niet Tshisekedi. Ja, kunnen we op deze manier en kunnen we blijven hopen en kunnen we blijven geloven in een rechtvaardige toekomst voor Congo? En hoe reageren we daar dan als België op? En goed, we weten dat ook de Congolese gemeenschap in België, dat men op heel veel plekken in heel veel landen in het begin toch wel verdeeld gereageerd heeft op de aanstelling van Etienne Tshisekedi. Als president, er waren tegenstanders, er waren voorstanders. Er zijn mensen op straat gekomen in Congo, het was een burgerbeweging. Maar dat protest is eigenlijk allemaal, of geeft de indruk dat het allemaal heel snel geluwd is. Maar waarom? Omdat het onderdrukt werd. Hè? Omdat het gewelddadig onderdrukt werd. We hebben gezien wat er gebeurt met de burgerbeweging.
We hebben gezien wat er gebeurt met de vertegenwoordigers in die burgerbeweging. Hè. Mensen worden gevangen genomen en zonder proces gevangen gehouden. Mensen worden vermoord. Maar goed, hier, hè, politiek, blijft het stil. Want waarom? Premier Wilmès gaat met haar entourage naar Congo. En wat gebeurt er een maand later? Dan gaat er een missie van 150 ondernemers, 150 Belgische bedrijven. Gaat vertrekken naar Congo. En premier Wilmès, Peter, heeft dat met haar welwillendheid mooi voorbereid. En goed, ja, ik kan... Dus België mag niet zo. Ik heb de indruk dat daar toch wel een hypocriet kantje aan zit. En het is juist dat ik zo interessant vind aan Els. Ik schrijf ook op een moment dat Els is een atypische chef eigenlijk. Zij is iemand die, zelfs in haar partij, ik heb dat destijds ook meegemaakt, zij durft soms ook tegen de partijlijn ingaan. En mijn korte periode in het parlement, er zijn eigenlijk twee zaken die mij zijn opgevallen. Het eerste, de sterkte van politieke partijen. Die partijdiscipline, waardoor het voor heel veel mensen binnen partijen die op zich zeer goede ideeën hebben en soms afwijkende ideeën hebben, soms zeer moeilijk is om daar een standpunt tegen in te nemen. En als ze dat doen, dan gebeurt het wel eens dat ze gewoon opzij worden gezet. Dat is een eerste punt. En een tweede punt is dat ik vond ook dat Els zeer consequent was als het ging over mensenrechten. Ze keek niet alleen naar Congo, maar ze keek ook gewoon naar onze eigen samenleving. Mm-hmm. En in die zin vind ik dat we nog te weinig politici hebben die op een universele manier eigenlijk kijken als het gaat over respect voor mensenrechten. Ik heb ook vastgesteld dat heel veel politici eigenlijk gewoon bezig zijn met electorale berekeningen. Mm-hmm. Men denkt niet na over hoe moet het land gaan functioneren binnen 10, 20, 50 jaar. Nee, men is eigenlijk vooral bezig met de volgende verkiezingen komen eraan. En ik moet mij zo en zo positioneren of mij met die en die dossiers bezighouden. Want dit kan een profijt zijn voor mijn partij. En dat is een heel jammere zaak. En in die zin volg ik soms ook een beetje David van Rijbroek. Dat die verkiezingen, die electorale processen die om de 4, 5 jaar komen, dat soms ook een manier is eigenlijk om politici een beetje te beletten om op een veel meer visionaire manier eigenlijk na te denken over onze samenleving. Ja. Oké, dankjewel. Dat is... Je hebt het kort gehad over het feit over vrede, over oorlog in Oost-Congo, over de problemen daar. Ik denk dat dat een goede brug is ook naar onze volgende gast. Johansens. Johansens is actief al jaar en dag binnen Pax Christi Vlaanderen. Hij is een tijd lang voorzitter geweest. Hij is nog altijd actief binnen Pax Christi Vlaanderen. Hij heeft ook altijd Congo op de voet gevolgd. Dat is ook een dossier dat hem altijd nauw ten harte is gegaan. En op die manier is hij toen naar Nadia parlementaire medewerkster geweest te zijn voor Els Schelfhout, is Nadia bij Pax Christi terechtgekomen en is Nadia met Jo voor de eerste keer op dienstreis geweest naar Oost-Congo, naar Bukavu, naar Zuid-Kivu. En ik ga Nadia die passage laten voorlezen. Ja. Die eerste dienstreis blijft een bijzondere herinnering. Ik ben Jo, de voorzitter van Pax Christi, ontzettend dankbaar dat hij samen met mij dat 10-daags bezoek heeft afgelegd. Ik heb zelden een 70er gekend die zich met zoveel energie en inspiratie inzet voor vreedzaam samenleven. Zijn interesse en kennis over Centraal-Afrika leidde tot een hechte samenwerking. De adviezen en de begeleiding van Perio, zoals de Afrikaanse partners hem noemen, zijn van onschatbare waarde voor mijn beleidswerk. Ik vertel mijn moeder vaak over hem. Ze zullen elkaar niet ontmoeten en toch is zij de priester dankbaar omdat hij haar dochter zo goed begeleidt. Voilà. Welkom Jo, naar deze mooie passage. In die passage blijkt heel duidelijk, Nadia schrijft, net als over Els trouwens, heel positief over jou. Mijn vraag aan jou is van, ze heeft het over
een zeventiger vol energie. Jij zet je constant in voor die zaken. Waar haal je energie vandaan? Waar haal je de energie vandaan om je in te zetten voor dat thema? Ja, Nadia, dank u voor die waardering. Dat steunt ook op die jarenlange samenwerking die wij dan na die eerste dienstreis hebben mogen hebben. Maar ik wil nog een paar zinnetjes lezen uit je boek in antwoord op de vraag op bladzijde 139. Broeder Deel en Paxis die werken samen en de partners zijn levende monumenten met een eigen persoonlijk verhaal. Die mensen hebben opeenvolgende conflicten meegemaakt. Ze moesten vluchten. Ze hebben dierbaren verloren. En dan stel je ook de vraag, waar vinden zij de kracht om dit werk te doen? Het is dezelfde vraag die ik krijg. En in feite mag ik zeggen, zij met hun kracht en ik met de kracht die ik ook mag delen met hen, dat is eigenlijk een gedeelde kracht, durf ik zeggen. Ja, als ik de eerste keer op bezoek, op dienstreis ben gegaan, in het jaar 2000 reeds, om het dienstnetwerk Paxis die Grote Meren te helpen uitbouwen. Ja, ik was eigenlijk alleen namens Paxis die. Ik had enkele adressen, maar dus ik heb wel Rwanda, Oost-Congo, Burundi kunnen doortrekken. En de ontvangst, de gastvrijheid, het vertrouwen dat ik kreeg van die mensen, dat is voor mij vanaf het begin onvergetelijk. Ik kwam daartoe als onbekende en ik werd met open armen ontvangen. Dat heeft mij nooit losgelaten en dus ook onze dienstreis dan 10 jaar later, van 2010, was eigenlijk gelijkaardig. En met de mensen die wij toen hebben ontmoet, hebben wij zowel hun verdriet gedeeld, maar ook eigenlijk de hoop die in hen leefde. En door zo'n dienstreis word je eigenlijk ook sterker om het werk dat je wilt doen met hen toch te kunnen volbrengen. En dan denk ik ook, dat is een tweede bron van inspiratie voor mij, Martin Luther King. Dus ik ben al een beetje op leeftijd en ik ken Martin Luther King bijna mijn hele leven. Dus ik heb ook mentaal de moord op Martin Luther King meegemaakt. En voor mij blijft Martin Luther King een bron van inspiratie. Onuitputtelijk. Dus en hij putte ook zijn inspiratie bij het evangelie, bij Jezus. Die geweldloze kracht die hij heeft ontwikkeld voor de strijd van de gelijkberechtiging van blank en zwart in Amerika. Eigenlijk heeft hij ook heel veel geput uit het evangelie. En voor mij is dat ook wel zo. Dus voor mij, je weet dat wel, de persoon van Jezus van Nazareth, de weg die hij gegaan is, ten einde toe, geweldloos, de scheidingsmuren weghalende, maar toch uiteindelijk zijn leven geven, voor mij blijft dat een bijzondere bron van inspiratie. En ook de weg van actieve geweldloosheid. Dus in de jaren 90 heb ik nog een trilogie mogen helpen schrijven over Jésus non-violent. En tenslotte, wat als antwoord op die vraag, dat laatste zinnetje wat je schrijft over die moeder, dat treft mij ook. Want ik heb je moeder nog niet persoonlijk ontmoet, maar ik voel ook van haar kant een grote waardering. En die is dan wederzijds. Ik wil misschien ook nog even toevoegen. Het is, ik denk dat ik al vertrokken was. Ik was al weg bij Pax Christi en Broeder Deelen. En tijdens het schrijfproces had ik Jo gevraagd om toch een uurtje de tijd te maken voor mij om wat vragen te stellen over zijn engagement ook. Omdat ik natuurlijk weet dat hij al heel veel jaren actief is. En ik was zeer verbaasd dat hij mij vertelde over zijn engagement toen hij student was in Leuven. En ik realiseerde mij dat de thema's waar we nu mee bezig zijn, dus het thema bijvoorbeeld van decoloniseren, hè, als het gaat over de eigen samenleving, de onrechtvaardige structuren, structurele problemen in onze samenleving en zo verder, dat dat eigenlijk thema was waar studenten in de jaren 60, in de jaren 70 al mee bezig waren.
En in die zin was het interessant om ook dat intergenerationeel gesprek te hebben. Ik weet natuurlijk niet, en dat is vaak een groot probleem ook bij mensen die vandaag bezig zijn in dat bevrijdingsproces en in die emancipatiebeweging, dat zij vaak niet durven luisteren ook naar vorige generaties. Terwijl dat iemand bijvoorbeeld zoals Jo heeft de periode van de studentenprotesten, de jaren 70, begin jaren 70, eind jaren 60 of zo, toch ook meegemaakt in Leuven. En het zegt ook iets over het feit dat we om de zoveel jaar eigenlijk gewoon dezelfde debatten opnieuw voeren. Hij sprak mij niet alleen over het protest van de studenten, maar ook over ontwikkelingssamenwerking in die periode. Het ging ook over andere zaken dat ik nu even ben vergeten en zo. Dus het is ook een beetje een oproep, om ook het gesprek aan te gaan met vorige generaties. Dus ik zie hetzelfde ook vandaag bij Congolese gemeenschappen. Jongeren zijn vandaag actief. Maar het is juist interessant om ook eens te luisteren naar de generaties van Congolezen die bijvoorbeeld hier in de jaren 70, jaren 80, jaren 90 ook hebben gestreden voor meer rechtvaardigheid. Wil ik heel kort daarop inspelende. Ja, inderdaad, onze bedoeling was toen dat de studenten verder keken dan hun diploma. Dat ze bewust werden van wat de Noord-Zuid-verhoudingen inhielden. En dan hebben wij eigenlijk als motto genomen, wat het Zuiden betreft en wat ons betreft, het gaat om dezelfde inzet en dezelfde strijd. Dat was eigenlijk de benadering die wij toen heel sterk naar voren hebben gebracht. Dus en over welke periode gaat het dan, Jo? Van 1968, 69 en 70 was ik nog in Leuven. En dat is dan verder gegaan. En uiteindelijk ben ik bij Passisti terechtgekomen. En zie je ook effectief die parallellen met wat er vandaag gebeurt, deze week gebeurt, in jouw studententijd? Want nu hebben we terug heel veel jonge mensen die op straat komen om dat structureel racisme aan te klagen. In jouw tijd ging het echt over die verhoudingen tussen Noord-Zuid, die decolonisering die op dat moment nog volop aan de gang was. Zie je daar effectief die parallellen? Wel, het is inderdaad... Het onrecht moeten we onder ogen zien. We kunnen geen enkel dodelijk geweld op mensen, op onschuldige burgers aanvaarden. En toen was dat ook zo dat wij gegrepen waren door wat er in het zuiden van de wereld gebeurde. We hebben toen onder andere ook, enkele paar jaar later, een soort hongeractie gedaan, gevechtsvliegtuigen omsmeden tot ploegscharen, want het ging ook om het punt dat er zoveel middelen gingen naar de wereldbewapening en veel te weinig of nauwelijks naar de echte noden van de mensen. Dat is ook zo vandaag. Ja, spijt genoeg is dat geweld en zijn die wapens nog steeds aanwezig. Je had het in het begin, als antwoord op je eerste vraag, had je het echt over de monumenten in Oost-Congo, de mensen, de organisaties die zich inzetten voor vrede daar. Jij bent al heel lang actief rond dat thema. Je bent al heel lang aan het volgen. Je hebt al heel lang relaties met organisaties, mensen daar te plaatsen. Hoe heb jij die situatie zien evolueren? Vanuit jouw engagement, maar ook vanuit Pacifici zit wel zin natuurlijk voor vrede. Maar ja, mensen zijn, als die het al lang volgen, worden misschien soms cynisch. Hoe heb jij die situatie zien evolueren? Ja, het is wel zo dat ik die geschiedenis van sinds heel lang heb meegevolgd. Ook de dictatuur van Mobutu, de Nationale Soevereine Conferentie, ook de Mars van de Hoop in Kinshasa van 1992, waarbij Mobutu nog zijn troepen daarop heeft afgestuurd met vele tientallen doden. Dus, en dan later met die opbouw van het netwerk Pacifici Grote Meren. Dat was na de genocide in Rwanda, met de vluchtelingenstromen vanuit Rwanda naar Kivu, Noord- en Zuid-Kivu, de destabilisering van die regio. Dan de opmars van Kabila vanuit het oosten tot in Kinshasa. Maar bijvoorbeeld een belangrijke anekdote was wel dat bij die opmars, toen de troepen van Kabila door Kikwit trokken,
dat er geen schot is gelost geworden door het feit dat die mensen zich geweldloos verzet hadden voorbereid en daar ook geweldloos verzet hebben gepleegd. En voilà, dat zijn dingen die toch zeer treffend zijn. Dus dat wil zeggen dat wij ook vandaag de partners die wij hebben, met wie we samenwerken liever, in het netwerk van Grote Meren, dat prioritair staat de vorming tot strategie, visie, methode van de actieve geweldloze verandering. En die nieuwe generatie focust daar ook op. De jongere generatie is daar heel sterk op gefocust. En we hebben ook kunnen samenwerken met die partners, Nadia weet dat ook, met projecten van reïntegratie van kindsoldaten, reïntegratie en demobilisatie van kindsoldaten. Dus ook heel concrete initiatieven hebben we samen kunnen uitbouwen met die partners. En dat was een bijdrage tot een meer vredevol samen zijn. Maar ik wil er nog aan toevoegen, dus ik ben toch niet vergeten dat op het moment dat er een grotere oorlog gedreigd heeft, dus met een tiental Afrikaanse landen, en de eerste grote Afrikaanse oorlog stond op het losbarsten vanuit Rwanda, Oeganda, met de anderen, met de bondgenoten van Kabila aan de andere kant. En dan zijn er toch gelukken, dat wil ik toch onderlijnen, we hebben er ook aan meegewerkt, verschillende bemiddelingspogingen geweest en initiatieven geweest vanuit de internationale gemeenschap. Met een eerste vredesakkoord in Lusaka, verder een vredesakkoord of een bemiddelingsakkoord in Sun City, dan later in Addis Abeba. En je kan zeggen, ja, wat betekent dat? Maar ik durf zeggen met mijn politiek realisme, dat dit toch heeft meegeholpen om een grotere Afrikaanse oorlog te kunnen voorkomen. En als we spreken van vrede, maar ik heb ook ondervonden, het Congolese volk als dusdanig wil geen openlijke oorlogen. De Congolese bevolking is zeer sterk gefocust op vrede. En gelukkig is er ook nu een behoorlijk sterke civiele maatschappij. Ik geef nog het voorbeeld van de jongste verkiezingen, die eigenlijk met fraude en met intriges op een andere benoeming zijn uitgelopen. Maar uiteindelijk, wat moest de Congolese bevolking doen? Een burgeroorlog ontketenen? Dat hebben ze niet gedaan. Ze bieden geweldloos weerstand. Ze bouwen hun leven verder op. En dat is voor mij, wat mij betreft, toch de kracht van die bevolking ook. En dat is dan ook voor mij de moeite om met de volkeren van Centraal-Afrika, speciaal ook het volk van Congo, verder in gelijkwaardigheid samen te werken. Dankjewel, Jo. Ik stel voor dat we naar de volgende gast gaan, naar Sarah Akiemang. Sarah is een Antwerps Ghanese Afrikanist. En toen dat in 2018 Nadia een wandeling organiseerde samen in het kader van haar werk bij Broederdeel en Pax Christi Vlaanderen over de verhalen over Congo in Antwerpen, toen werd Sarah betrokken om ook die link te maken met Afrikaanse gemeenschappen in Antwerpen. Maar ik ga Nadia die passage laten voorlezen. Ja. Op basis van mijn feedback past Guy de route en de inhoud wat aan. Ik vraag ook de medewerking van de Ghanese-Antwerpse Afrikanist Sarah Akiemang om als gids te vertellen over de Afrikaanse gemeenschappen in de stad. In het voorjaar van 2018 lanceren Broederlijk Delen en Pax Christi de stadswandeling Verhalen over Congo in Antwerpen. Het nieuwe aanbod spreekt meteen aan. Er vinden meer dan 10 wandelingen plaats in 2018-2019. Personen uit de traditionele achterban van de organisatie schrijven zich massaal in. Daarnaast kunnen we ook rekenen op boekingen van studenten en verenigingen. De deelname van personen van Afrikaanse afkomst blijft tot mijn spijt beperkt. Dag Sarah, goedenavond.
Dus jij bent door Nadia gecontacteerd geweest om mee te doen aan die wandelingen. Die wandelingen die ook het koloniaal verhaal vertellen van Antwerpen, over hoe dat vandaag de dag nog steeds doorleeft. Hoe heb jij dat beleefd? Sorry? Het was niet echt hoe dat het tot op de dag van vandaag doorleeft, hoor. Ja. Maar misschien is dat inderdaad het goed dat jij het even vertelt aan de mensen die aanwezig zijn. Dus van, hoe heb jij die wandelingen beleefd en wat was voor jou zo belangrijk aan die wandelingen? Ja, ik denk dat ik zal beginnen met hoe dat ik ben eigenlijk heel toevallig op die wandeling gekomen en had mij samen met mijn man toen ingeschreven. En wij hebben dan die wandeling meegedaan. En wat mij vooral choqueerde, was vooral de eenzijdige witte mannelijke perspectief. Het gebrek aan activisme rond wat er nu in deze huidige tijd gebeurt. En ikzelf ben een Antwerpenaar en sommige beelden kende ik. Andere monumenten en gebouwen kende ik niet. Maar de manier waarop dat werd verteld, daar had ik vaak wel bedenkingen bij, om het zachtjes uit te drukken. En dat was ook wat ik tegen Nadia zei. Want als we praten over kolonisatie, dan hier denk ik dat het heel belangrijk is om het te hebben over dat fundamentele onrechtvaardigheid, dat systeem van fundamentele onrechtvaardigheid. En daar was een totaal gebrek aan. En dan zo het feit dat de rondleiding ging over handel met Congo, terwijl dat het gaat over economische uitbuiting. Dat het gaat over radicale, raciale discriminatie. Dat werd allemaal een beetje achterwege gelaten. Misschien omdat dat een totaal ander doelpubliek was. Want ik denk ook dat ik toen samen met Nadia de enigste van Afro-dissident was. En dat was wel problematisch. Want als je dan praat over handel, of je gaat langs bij Jeff Gerard en je leest een passage uit Jeff Gerard. En ik maak toch wel de bedenking van, ja, komt daar nog iets meer over? Want die man is voor mij als zwarte vrouw zeer problematisch. Die heeft ook in het concept van het kolonialisme, waar dat er fysiek en psychologisch geweld is gebruikt, behoort die man tot een groep die zwarte lichamen exotiseert en seksualiseert. Dus waarom krijg ik een rondleiding waar dat zo'n dingen niet belicht worden? En ik kom van Antwerpen en ik ben deel van deze gemeenschap en wij zijn een generatie die eigenlijk gewoon wilt dat het gesprek wordt opengetrokken en dat het niet meer gaat over een eenzijdig perspectief, maar ook niet-witte perspectief. Voilà. En dat was voor mij al reden genoeg om toch een kleine bijdrage te proberen te doen daarin. Ja, wat Sarah zegt, ja, ze heeft een aantal kernzaken gezegd. Natuurlijk, we zitten nu in een context waarin je ziet dat organisaties waar vooral witte mensen werken, dat ze natuurlijk wel proberen om ook een achterban te gaan diversifiëren en zo. En dat op zich is dat een goede zaak. Maar dat heeft natuurlijk met heel veel... Je kan dat pas bereiken als je heel wat andere zaken ook doet. Het hangt ervan af wie zit in jouw organisatie, wat is de mentaliteit van jouw organisatie, welk type activiteiten organiseer je, welke communicatiekanaal gebruik je. Ik heb op een bepaald moment het initiatief genomen voor die wandeling, niet zozeer vanuit de gedachte van we gaan hier nu een decoloniseringswandeling van te maken, want ik heb dat ook in de communicatie nooit zo gebruikt. Het was voor mij een wandeling over de rol van Antwerpen in het hele koloniaal project. Met de focus vooral op het economische.
Maar wat Sarah natuurlijk zegt, ik heb dat natuurlijk ook zo ervaren bij een aantal zaken. En het was op zich ook niet altijd een heel gemakkelijke samenwerking met de gids. Omdat natuurlijk, als je een persoon bent van kleur, of een persoon die toch bepaalde zaken op een andere manier probeert te vatten, dat sommige woorden, hè, want uiteindelijk gaat het ook over woorden, sommige woorden die gebruikt worden, dat soms problematisch kan zijn. Als je in een context van kolonisatie het woord handel gebruikt in de plaats van het woord exploitatie, ja, dan is dat zo dat bij een bepaalde groep zeer slecht kan overkomen. Jeff Gerards ook. Ik ken Jeff Gerards niet als de grote Vlaamse schrijver die in 1969, denk ik, de staatsprijs heeft gekregen. Dus mijn generatie kent die man zo niet. Dus je kan dan niet in een wandeling alleen maar focussen op de grote Vlaamse schrijver en niet zeggen over zijn tv-optredens in 2010, toen hij sprak over op een hele racistische en seksistische manier op onze openbare omroep. En wat ik ook niet vergeet, is dat er toen eigenlijk vanuit de journalistiek, de politieke wereld, amper reactie ook is gekomen. En gelukkig zijn we nu in een context waarin dit eigenlijk niet meer zou kunnen. We zouden op dit moment geen reeks meer kunnen krijgen op tv, te zien krijgen op tv, waar een figuur zoals Jeff Gerards eigenlijk een heel forum krijgt en waar dus eigenlijk de samenleving niet op reageert. En dat is op zich een positief gegeven. Maar wat Sarah zegt is dat... En dat is een zeer grote uitdaging waar vandaag heel wat organisaties mee zitten. Ik spreek ook over musea. Ook musea zitten natuurlijk met dat probleem. Witte organisaties gaan in de huidige context, in deze multiculturele samenleving, dat geldt trouwens ook voor politieke partijen, zij moeten inclusiever worden. Volgens mij is dat de enige manier om zich nog relevant te worden naar de toekomst. Als ze dat niet doen, als zij zich niet... Als zijn eigen positie in de samenleving niet durven in vraag stellen, dan vrees ik dat bepaalde organisaties in de toekomst, zeker als je ook een vrij traditionele witte oudere achterban hebt, dan vrees ik dat bepaalde organisaties in de toekomst hun relevantie gaan verliezen. Maar, ik heb het ook in mijn boek geschreven, gelukkig zijn er ook andere initiatieven. Ik schrijf onder andere over Black History Month van Mohamed Bari en Aminata. Ik schrijf over Le Space van Rashida Aziz. Dat zijn nieuwe initiatieven ook, die er wel in slagen om een divers publiek aan te trekken. Dus het kan ook interessant zijn voor klassieke structuren binnen het middenveld om ook eens contact op te zoeken met die nieuwe structuren, om ook te zien of daar enige vorm van samenwerking is om die achterban en vooral de manier van werken, om dat in vraag te stellen en dat toch ook wel wat te gaan aanpassen. Ja, het gaat gewoon om goede identificatie, begeleiding en vorming en ruimte maken dat er niet-witte perspectieven ook op een goede manier kunnen worden geïntegreerd. Ik denk dat dat niet veel is gevraagd. Ja, het is niet veel gevraagd, maar je ziet dat het... Het is moeilijk. Dat het een probleem blijft. Dus ja. Maar uiteindelijk, het begint altijd met jezelf als individu, jezelf als groep, jezelf als organisatie in vraag durven. En uiteindelijk, daar gaat ook die decolonisatie vandaag over. Hè. Niet denken dat wat je al 40, 50 jaar doet, dat dat per se de weg is die je moet volgen, maar dat je ook probeert te luisteren naar bepaalde kritieken die komen, die uitgesproken worden, en dus ook het gesprek aangaan. Want uiteindelijk, als ik het voorbeeld even mag geven van wat er nu aan het gebeuren is met onze publieke ruimte en die standbeelden, om dan toch de link te maken, is dat het debat over de standbeelden, dat geldt niet van vandaag. En dat is een debat dat al meer dan 10 jaar gevoerd wordt in bepaalde kringen. Heel veel gemeentes, heel veel steden hebben dat debat eigenlijk niet willen aanhoren. Men is niet in gesprek gegaan met de activisten en zo verder. En wat zie je vandaag, is dat er bepaalde mensen zijn die zeggen, we gaan niet meer in debat. Wij willen geen dialoog niet meer. We gaan het op een andere manier gaan doen. En ik vind dat... Voor onze samenleving is dat natuurlijk een jammere zaak. Maar als je kijkt naar wat er nu in Ekeren is gebeurd, welk signaal heeft men nu gegeven dat je blijkbaar zaken in brand moet gaan steken om geluisterd te worden en het debat aan te gaan over standbeeld? Dat is een zeer fout signaal dat men eigenlijk ook gegeven heeft vanuit het beleid. Dus nog eens mijn oproep, luister wat er leeft. Ook het signaal dat men zondag heeft gegeven, er is een probleem van structureel racisme in onze samenleving. Je kan die boodschap gaan negeren
En dan vrees ik dat we de komende jaren echt met veel grotere problemen gaan te maken krijgen. Ofwel kan je daar proberen om daar toch wel aandacht aan te besteden en er ook iets aan te doen. Nou ja, hoe vind jij dat? Want jij bent een Antwerpse. Ja. En dus die wandeling die vindt plaats in Antwerpen. Dus heel dat debat is natuurlijk ook heel prominent in Antwerpen. Maar in Antwerpen zijn ook heel veel... Ja, je hebt dat standbeeld van Ekeren, je hebt ook heel veel straatnamen. Je hebt ja, die wereldtentoonstelling die heeft plaatsgevonden op het Zuid. Hoe vind jij dat debat in Antwerpen op dit moment ja, wordt gevoerd? Heb je het over het stadsbestuur? Over het stadsbestuur, over hoe dat eigenlijk ja, de stad Antwerpen omgaat met die problematiek. Dus dat is eigenlijk de vraag is vooral van... want Nadia beschrijft heel duidelijk van kijk, het is al iets dat al langer op tafel ligt. Een probleem die al langer wordt aangekaart. En dus ja, in Antwerpen is dat even goed, net zoals in Brussel of andere steden. Hoe kijk jij nu eigenlijk naar hoe dat het stadsbestuur van Antwerpen daarmee omgaat? En ben jij het ermee eens dat het signaal effectief is gegeven van we moeten de dingen echt in brand steken voordat er naar ons geluisterd wordt? Of denk je dat er toch... Ik ben geen woordvoerder voor alle afrodescendenten. Ik denk dat... ik begrijp waar dat die frustratie van komt. En ik denk dat ik vooral wil benadrukken dat er moet geluisterd worden naar deze mensen en ervoor zorgen dat er een dialoog ontstaat, een echte dialoog. Dat is denk ik het belangrijkste. En met echte doelstellingen en dat er echt wel iets wordt gedaan. Vind ik dat hier in het Antwerpse veel wordt gedaan vanuit het stadsbestuur. Goh, bij mij weten niet echt... Zijn er kleine lokale initiatieven die samenkomen om te pleiten voor een bepaalde naamsverandering of wijziging? Ja, dat wel. Maar is het collectief genoeg? Heeft het genoeg draagkracht? Hopelijk nu wel. Mm-hmm. Ja. Het is ook echt... Dus we hebben enerzijds daarop voortgaans... dus dat verhaal van decolonisatie in een lokale realiteit zoals Antwerpen is enerzijds ja, die standbeelden, die straatnamen. Ja, maar anderzijds zitten we ook met een breder verhaal. Hoe voel jij dat dan in Antwerpen? De straatnamen en standbeelden zijn op zich symbolische dossiers. Mm-hmm. En dat is goed dat daar wordt over gepraat. Maar ik denk dat het even belangrijk is om de socioculturele sector te ondersteunen daarin. Organisaties die met jongeren werken. Hier in het Antwerpse heb je bijvoorbeeld Kilalo, die met jongeren van Sub-Sahara voornamelijk werken. Zulke organisaties mee aan tafel te krijgen. Te vragen van wat kunnen wij doen om jullie te ondersteunen. Ook op economisch vlak meer ondersteuning bieden, zodat mensen die handel willen drijven of dingen willen openen, ook wel wat ondersteuning krijgen. Ik denk dat dat iets is van verschillende lagen. Qua onderwijs, hetzelfde. Het wordt tijd dat er... Dat idee van, ja, we ofwel praten we over de kolonisatie en graag het... Heel specifiek over de wandaden van Leopold, is maar een klein aspect. We moeten echt het kolonialisme op zich veroordelen en bestuderen om te bekijken naar, oké, wat zijn de gevolgen tot op de dag van vandaag? En ja, daar zijn we nog niet. En het is echt heel belangrijk... Denk ik dat we daarin alles een beetje open trekken en niet alleen maar de een bepaalde perspectief gaan bekijken, maar ook ja, niet-witte perspectieven. Ja, en dat is inderdaad de grote oproep. Hè, van
proberen om aandacht te hebben voor die meerstemmigheid. We hebben te lang hier in onze samenleving verhalen verteld vanuit een eng perspectief. En nu zie je natuurlijk dat er een soort van openheid nu wordt gecreëerd, waardoor dat onze samenleving ook nu geconfronteerd wordt met nieuwe narratieven. En dat is ook gezond. Ik weet dat sommige mensen zeggen van, goh, je moet dat niet te veel doen, want dat leidt tot polarisatie. Nee, ik vind het juist gezond dat we huidige generaties, maar ook toekomstige generaties meegeven, er zijn geen eenzijdige verhalen. Leopold II is niet alleen de koning-bouwer die een kolonie heeft geschonken en beschaving heeft gebracht, zogezegd, in Congo. Hij is ook degene die politiek kan verantwoordelijk gesteld worden voor zware misdaden die daar hebben plaatsgevonden. Dus het breken van die koloniale mythes is essentieel om onze samenleving gewoon op een meer rechtvaardige manier een invulling te geven. En dat is voor mij ook de kern een beetje van het hele decolonisatieproces. Decolonisatieproces gaat niet over we moeten oorlog gaan voeren. Hè. Het gaat over een oprechte discussie met elkaar aangaan, bepaalde zaken op tafel leggen, ook dossiers die zeer moeilijk zijn, maar wel het gesprek met elkaar aan te gaan. En het moment dat het gesprek niet gevoerd wordt, en dat is eigenlijk hetgene dat heel veel jaren is gebeurd, het moment dat mensen niet meer aan tafel zitten en het gesprek niet meer gevoerd wordt, of zelfs niet heeft kunnen plaatsvinden, ja, dan gaan mensen inderdaad gaan radicaliseren. En dat is iets dat ik al een paar keer ook heb gezegd, van dat onze politieke klasse er alle belang mee heeft om het gesprek aan te gaan en ook bepaalde organisaties, want anders ga je dus eigenlijk naar een vorm van radicalisering. Okay. En vooral de mensen die vandaag en de voorbije jaren, ik denk bijvoorbeeld aan iemand zoals Dalila Hermans, die op een zeer constructieve manier probeert een aantal zaken aan te kaarten, die voorstellen probeert te doen en zo verder. En wel als samenleving kan je haar inderdaad dan zeggen van zij is te radicaal, we gaan hier niets meer doen. Ofwel kan je inderdaad gaan uitnodigen en het gesprek aan te gaan en ook te luisteren naar de voorstellen die ze doet. Ja. Ik ben zeker dat er straks nog heel veel vragen over gaan komen, omdat het een heel belangrijk onderwerp is waar we echt mee aan de slag moeten. Maar voordat we zover zijn, wil ik ook nog even een ander onderwerp aanboren. Lieve Herreigers, directeur van Broederlijk Delen, is hier ook aanwezig. Want in het deel over decolonisatie, dus het laatste deel van het boek van Nadia, heeft het ook heel kort over, heeft het ook over ontwikkelingssamenwerking en ja, de rol die kan hebben. Maar Nadia, ik ga jou dat zelf laten voorlezen. Ja. Mijn vrees is dat Congo, een slapende reus, zonder de druk van maatschappelijke groepen, nooit echt zal rechtstaan en op eigen houtje lopen. Daarom pleit ik voor meer internationale solidariteit in de vorm van de versterking van het Congolese maatschappelijk middenveld. Organisaties van grote demografische groepen zoals vrouwen, boeren en jongeren kunnen een belangrijke brugfunctie vormen tussen het volk en zijn leiders. De massa informeren, leiders interpelleren en hen onder druk zetten om het land beter te besturen en het welzijn van de bevolking te verbeteren. Vlaamse NGO's zoals Broederlijk Delen en 1111 kunnen hun werk voluit richten op het versterken van het Congolese middenveld. Ze hebben wel een vernieuwende strategie nodig, omdat ze onder druk staan van de rechtspopulistische politieke sfeer, van de kritische multiculturele samenleving en van de veranderende wereld tussen Noord en Zuid, een opdeling die voorbijgestreefd is. Ja, dankjewel. Dus lieve Nanda, welkom, ook aan jou. Dus ook aan jou de vraag van Nadia heeft het heel duidelijk over ja, het middenveld. Over dat een piste is om die internationale solidariteit tot uiting te brengen, om dat middenveld echt te versterken. Hoe staat Broederlijk Delen tegenover? En hoe doen jullie dat misschien vandaag de dag al? Ja, ik vond het een mooie passage die Nadia heeft voorgelezen. En ze pleit voor een andere strategie. Hè? En ik denk dat het klopt dat de ontwikkelingssamenwerking is een sector bij uitstek die moet nadenken, die moet veranderen, die moet evolueren en die voor grote uitdagingen en vernieuwing staat in de toekomstige periode.
Maar tegelijkertijd denk ik dat het versterken van het middenveld voor broederlijk delen al een strategie is die we sinds vele jaren toepassen en ook erg belangrijk vinden in ons werk. Dus broederlijk delen heeft al een lange traditie, maar het is eigenlijk al van in de jaren 70, 80 dat wij zeggen van er moet veel politieker gewerkt worden. Mensen moeten een stem krijgen. De bevrijdingsbewegingen, zowel uit Latijns-Amerika als Afrika als ook Azië, hebben ons heel sterk beïnvloed in ons denken over de wereld. En ik geloof wel dat we vandaag voor een nieuwe tijdsgevricht staan, voor een nieuwe tijd staan, en dat we een aantal elementen uit die visie misschien op een andere manier moeten gaan vertalen. Maar dus dat middenveld is voor broederlijk delen heel erg belangrijk, ook in Congo. Hè. Dus wij zitten heel sterk in op capaciteitsversterking van partners. Dus voor ons gaat het erover, wij gaan geen middelen naar ginder sturen. Wij gaan niet in hun plaats bepalen wat dat er moet gebeuren. Wij willen een programma gaan uitbouwen samen met partners. Wij spreken ook heel bewust over partners. We hebben ook niet meer zoveel partners in Congo dan dat we een aantal jaren geleden hadden. Omdat je ja, een partnerrelatie, dat vraagt tijd, dat vraagt energie, dat vraagt wederkerigheid. Bijvoorbeeld onze programma's die we nu hebben uitgebouwd, zijn samen met de partners uitgebouwd. En voor mij is dat heel erg duidelijk geworden, het belang daarvan. Toen ik in augustus 2018, vlak voor de verkiezingen, nog in Congo was, ben ik ook naar het diepe binnenland geweest, naar de Kwilu, waar dat Nadia ook over schrijft, waar zij een jaar later ook is geweest. En dan zie je dat daar armoede en ongelijkheid heel erg groot is. En tegelijkertijd zie je dat daar boeren samenkomen. Dus 70% van de bevolking in Congo is afhankelijk op een of andere manier van de landbouwbeweging. Van de landbouw. En dan zie je dat boeren samenkomen. Dat boeren samenkomen in hun eigen groepen, dat ze federaties gaan uitbouwen. En waar ik heel erg door getroffen was, was dat zij, ondanks de beperking aan middelen, want ik zeg het, de armoede en de ongelijkheid was heel groot, maar dat zij mij heel duidelijk aanspraken, eerst op madame la directrice, dan was het maman Godelief. En dan zeggen ze heel duidelijk, het gaat hier over ons programma. Jullie als broederlijk delen komen het niet bepalen, komen het ook niet overnemen, komen het niet afpakken. Het is ons programma. Wij weten welke resultaten dat we willen zien binnen 2, binnen 3 jaar. Wij hebben ook bepaald met welke groepen we gaan samenwerken. En wij hebben daar ook een soort van lobbyproces op gezet. En dan zie je dat er een aantal NGO's zijn, lokale NGO's, waar wij als broederlijk delen mee samenwerken, die deze federaties, boerenbeweging, ook ondersteunt in het opzetten van die lobbyprocessen. Zij hebben dan zelf een dossier gemaakt, een advocacy dossier, rond onderwijs, rond scholing in hun regio, zijn daarmee ook naar lokale en provinciale overheden gegaan. En willen zo het recht op onderwijs afdwingen. Zijn daar ook in gelukt. Ik was er heel erg van onder de indruk, omdat mensen heel duidelijk zeggen, wij nemen hier het heft in handen. We willen dat samen doen met het kader dat broederlijk delen ons aanreikt, maar wij willen wel mee actor van verandering zijn. En ik denk dat die boerenbewegingen ondersteunen, dat is iets wat broederlijk delen in Congo, maar ook in vele andere landen, al heel veel jaren doen. En zij zijn werkelijk een groot deel van het middenveld. Zij zullen op het platteland ook mee moeten bepalen en kunnen bepalen hoe dat Congo er in de toekomst gaat uitzien. We zitten ook in Kinshasa, hebben kunnen kennismaken met een aantal burgerbewegingen, met jongerenbewegingen, die wij ook ondersteunen. Want in onze visie is het ontzettend belangrijk dat wij niet gaan zeggen wat er in Congo moet gebeuren, maar wel dat wij mensen vormen, dat Congolezen krijgen waar men recht op heeft, en dat zij zelf ook hun eigen leiders kunnen gaan belobbyen, dat zij zelf ook hun eigen leiders kunnen kiezen. En daarom hebben wij ook heel sterk gekeken naar wat gebeurt er nu in het verkiezingsproces. En ik kan inderdaad de elementen die hier al gezegd zijn vanavond, die ga ik niet herhalen. Maar we vonden het wel heel erg belangrijk dat Congolezen en heel veel groepen in Congo zich daar ook hebben over uitgesproken. Dat men op een bepaald moment aanvaardt dat Tshisekedi en Ifayulu uiteindelijk president is geworden, is ook omdat men inderdaad kiest voor, ja, dat men eigenlijk het voordeel van de twijfel laat spelen, dat men ook zegt van, wij willen de onrust in dit land niet nog verder aanwakkeren, maar we gaan wel toekijken. En ik denk dat een NGO als broederlijk delen dus nog veel meer dan in het verleden misschien,
maar toch wel die basisstrategie die we hebben, het versterken van middenveld, het versterken van die bewegingen, dat we daar blijvend op moeten inzetten. Nog veel meer dan in het verleden. Ik denk dat we dat ook een nieuwe strategie zou kunnen zijn om dat meer te gaan verbinden met het middenveld hier in België. Ook hier in België willen wij werken en voelen wij onszelf deel van het middenveld. En dat middenveld is ook op dit moment nog heel erg wit gekleurd. In onze achterban is wit, is wat ouder, is heel trouw, is heel geëngageerd. Maar ik denk dat er een uitdaging ligt om veel meer ook nog die contacten op te zoeken met de Congolese gemeenschap, met andere Afrikaanse gemeenschappen, met andere gemeenschappen van buitenlandse herkomst. En dat zoiets ook een NGO's broederlijk delen mee zou kunnen veranderen. En dan heb ik het niet over een revolutie in onze organisatie, maar wel over een evolutie, waarin dat we dat middenveld echt veel sterker naar voren schuiven. Als ik terugkijk naar Congo, vraag ik mij soms af, misschien hebben wij nog andere partners nodig, die ook veel sterker nog dat element kunnen uitspelen. Misschien moeten wij ook onze middelen anders gaan inzetten, dus de middelen waarover dat wij als NGO kunnen beschikken, ja, en die wij in samenspraak met hen bekijken van hoe gaan we die middelen verdelen. Misschien moet dat anders, maar het blijft een gigantische uitdaging. Je ziet dat er nog vele middelen gaan naar concreet werk op het terrein. Misschien moeten we die meer aan politieke partners gaan geven. Maar tegelijkertijd zit je daar ook met het dilemma dat het ook een land is, maar dat er nog zoveel grote noden zijn op het terrein. Dus het is waarschijnlijk een en-en verhaal. En ook een verhaal dat we alleen maar samen met de mensen en onze partners in Congo kunnen opbouwen. Het zijn ook een NGO die bewust kiest om niet alleen in Kinshasa te zitten, maar ook echt in het binnenland. Omdat we ook wel zien dat de situatie daar anders is, dat dat een context is die heel beperkt maar gekend is en dat het belangrijk blijft om ook daar verder op in te zetten. Ja, misschien ook om daar iets over te zeggen, omdat ik toch ook heel vaak de vraag stel van ja, hoe positioneer ik mij als het gaat over ontwikkelingssamenwerking? En ik merk dat het natuurlijk, er is een verschil om dat op een puur ideologische manier te gaan voeren, dat debat. Door te zeggen van nee, het is een vorm van neocolonialisme en dat moet gedaan zijn. In mijn boek schrijf ik trouwens over internationale solidariteit. Ik denk dat we ook van die term wat moeten afstappen, ontwikkelingssamenwerking, dat we meer moeten gaan spreken over internationale solidariteit, omdat dat ook een tweerichtingsverkeer kan zijn. Het gaat niet over, in België gaan we Congo helpen. Nee, het kan op een bepaald moment even goed andersom zijn. Congolezen die op een bepaald moment misschien ook naar hier worden gehaald om hier in bepaalde sectoren te werken en zo verder. Dus we spreken heel graag in termen van een soort van eenrichtingsverkeer, alsof er van hier mensen vertrekken om te gaan helpen. Dus in dat verhaal geloof ik niet. Maar zoals ik zei, je kan het debat over ontwikkelingssamenwerking op een heel ideologische manier gaan voeren, door te zeggen van dat moet allemaal stoppen, want het is een voortzetting van de kolonisatie. Dat is één zaak. Of wat ga je inderdaad het debat gaan voeren, ook met een zekere kennis van wat er zich op het terrein afspeelt. Ik heb de gelegenheid gehad om de voorbije 10 jaar regelmatig naar Congo te reizen. Niet alleen in de hoofdstad Kinshasa, maar ook in het oosten van Congo, ook in de steden, ook in de dorpen en zo verder. En ik heb daar ook gesproken met heel veel mensen over. En uiteraard, als je in een context bent waar je weet dat je geld krijgt of dat je ondersteuning krijgt uit het Westen, dan is het soms inderdaad moeilijk om jou te positioneren tegen een vorm van internationale solidariteit. Maar ik persoonlijk, ik raad mensen aan die dit debat alleen maar op een puur ideologische manier willen voeren. Ik raad hen aan om eerst eens een reis te doen naar landen zoals Congo en dan het debat te gaan voeren. Want het is heel moeilijk als je in bepaalde dorpen komt en je ziet dat wat er nog functioneert, dat dat eigenlijk te maken heeft met vormen van internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het dan zeer moeilijk om te zeggen, het moet allemaal stoppen. Ik vind dat als persoon moeilijk, omdat ik juist die ervaringen ook heb gehad op het terrein. Uiteraard moet de sector hervormd worden en moet er veel minder op een eurocentrische manier gewerkt worden. Moeten partners uit Congo en andere landen veel meer ook gaan nadenken over exit-strategieën. Dat zijn trouwens ook gesprekken die ik voer
met vrienden van mij die NGO's hebben in Congo, in Burundi, om hem ook aan te zetten om niet eeuwig ook te kijken naar bepaalde Belgische organisaties. Zij moeten ook werken aan een exit-strategie om op termijn ook hun eigen activiteiten op het terrein ook te kunnen gaan financieren. Maar dat is een beetje mijn oproep, omdat ik zojuist ook een vraag zag van iemand die zei, ja, wat denk je van? Het is een vorm van neocolonialisme. Er zijn linken, uiteraard. Als we bijvoorbeeld kijken naar het ministerie van Koloniën, is daarna, na de onafhankelijkheid van Congo, ministerie van Ontwikkelingssamenwerking geworden. Voor 1960 sprak men eigenlijk over beschavingswerk. Na 1960 spreekt men over ontwikkelingswerk. Er zijn linken. En ik vind het heel goed en ik ben heel blij ook, maar ik weet dat natuurlijk ook omdat Lieve ook degene die geweest is die mij die ruimte heeft gegeven om mij ook te verdiepen in het hele decolonisatieproces. We hebben ook destijds bij Broerlijk Delen daar een lezing rond gedaan en ik ben er ook van overtuigd dat Broerlijk Delen binnen de NGO-sector ook echt een soort van ja, pionier kan zijn, hè? Juist omdat we toch die contacten hebben gehad de voorbije jaren. Maar toch roep ik op de mensen die zich van hieruit, ook de diaspora, hè? Ik heb die hevige discussies ook met mensen van de diaspora, mensen die al heel lang niet meer in Afrika zijn geweest, die een land van origine niet meer hebben bezocht, ik roep hen op om eerst eens het terrein te gaan zien, om het gesprek aan te gaan met mensen die daar wonen, ook in dorpen, zich niet te beperken tot de hoofdsteden, want heel vaak gaan we naar hoofdsteden om familie enzovoort te gaan. Ga naar het binnenland, ga het gesprek aan met lokale NGO's die er werken, eventueel samen met internationale NGO's, en kom dan terug en probeer dan inderdaad een mening te hebben over ontwikkelingssamenwerking. Want ik vind dat we dit niet alleen op een puur ideologische manier kunnen voeren, dat debat. Dankjewel, Lieve. Dankjewel, Nadia. Lieve, ik ga je daar nog kort op laten reageren. Wat misschien ook wel interessant is, want wat we duidelijk merken in dit debat, is dat de perceptie niet altijd even makkelijk is. Ook dat merk ik ook aan de vragen over van, is het geen voortzetting van ontwikkelingssamenwerking, waar de Nadia al op voortging. Is hoe wij eigenlijk om met die perceptie Ja, ik denk, Nadia en ik hebben daar uiteraard ook al veel over uitgewisseld en over gepraat enzovoort. En ik denk elkaar ook in bevraagd en wat uitgedaagd. Als ik het boek nu ook weer las, wil ik er twee begrippen uithalen die, denk ik, als rode draad er in heel deze discussie zitten. Dus ik ben het er compleet mee eens. Je kan dat niet puur op een ideologische manier gaan voeren. Ik denk dat het belangrijk is om het begrip van de wisselende perspectieven open te houden. Maar ik denk dat dat een opdracht is voor iedereen op deze wereld. Hè. Ik denk ook dat wij in een tijdsgevricht zitten waarin wij anders naar onze wereld zullen moeten kijken. Het systeem, je voelt dat op alle mogelijke manieren, dat botst op zijn voegen. We kunnen niet op dezelfde manier blijven leven zoals dat wij leven. Wij hier niet in het Westen, zeker niet. Hè. Dus het systeem botst op zijn voegen. We hebben nood aan iets anders. Wat is dat dan? Klassieke NGO's, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, zullen daar een rol in moeten spelen, zullen daarmee aan de slag moeten, zullen daar een antwoord op moeten vinden van wat dan hun eigen rol is. Middenveld zal er ook over moeten nadenken. Maar we zullen eigenlijk veel meer nog dan vroeger, in plaats van in één richting of in twee richtingen, in een multiperspectief moeten gaan kijken naar onze wereld, naar ons leven. En we zullen van daaruit moeten kijken wat we van elkaar kunnen leren. En wij hebben met Broeder Deel hele kleine stapjes gezet, maar ik vond ze wel belangrijk. Bijvoorbeeld onze standpunten rond Congo hebben we niet meer alleen van hieruit willen bepalen, maar we hebben ook Congolese organisatie, Africa Reconciled, met een rode SIC, met hun medewerkers onder de arm genomen, die ons gevoed hebben met hun visie op het conflict. Dat maakte soms dat wij vaststelden dat wij er anders over dachten en dat er van daaruit uitwisseling en discussie kwam. En dat we op die manier ook als organisatie een standpunt gingen. Het gaat daarover. Als ik zie, we kunnen dat niet allemaal uit de doeken doen, maar nieuwe ontwikkelingssamenwerking of de toekomst. Ja, het klimaat, we hoorden er de laatste maanden niet veel meer over, omdat alles door corona is, maar de klimaatcrisis is er nog. De Green Deal is door de Europese Unie voorgesteld. We worden uitgedaagd om op een andere manier te gaan leven. Maar als we niet oppassen, komen we in een nieuwe vorm terecht, misschien van kolonialisme, met name
de roof van de grondstoffen die dat er terug aan de gang is in vele landen. In Congo, in landen in Latijns-Amerika, het extractieve model. Dus ons consumentenpatroon, dat wordt mee gevoed, dat wordt mee in stand gehouden door de manier waarop dat wij met de wereld omgaan. Ik denk daarom dat een NGO die vooral op het zuiden was gericht, dat die nu ook veel meer moet gaan nadenken over onze manier van leven. Dat wij ook het middenveld hier moeten bewust maken van waar wij mee bezig zijn. Dat dat keuzes zijn die we moeten maken. En dat wij dus als oorspronkelijke ontwikkelingsorganisatie veel meer een Noord-Zuid-organisatie gaan worden met acties die ook hier bij ons in Vlaanderen, in België, zich zullen moeten afspelen. Omdat onze manier van leven heel sterk samenhangt met rechten die dat we gunnen aan mensen in het zuiden. Dat onze manier van leven hangt eigenlijk samen met een koloniaal systeem of met een ex-koloniaal systeem. En ik denk dat we ons daar heel goed bewust van moeten zijn. En dat het daarom belangrijk is om vanuit heel veel wisselende perspectieven te kijken. Niet alleen met witte oudere mannen, maar misschien ook niet alleen met zwarte jongeren. Hè? Ik denk dat het om een mix gaat van heel veel mensen en perspectieven. En een tweede iets is toch wel, denk ik, de erkenning van kolonialisme. Inderdaad, ik wil eigenlijk niet veel tijd spenderen aan een ideologische discussie van is ontwikkelingssamenwerking niet het vervolg van een koloniaal systeem. Ik denk dat we moeten erkennen dat kolonialisme er is geweest. Ik denk dat we moeten erkennen wat de effecten zijn geweest. Ik denk dat we daar veel te weinig hebben bij stilgestaan. Dat we moeten zien wat dat betekent voor de Congolezen, wat dat betekent voor de Congolezen ook in België. Ik denk dat we daar veel meer bij moeten stilstaan, dat we dat moeten erkennen. En dat er vanuit die erkenning, dan hoop ik, nieuwe dingen kunnen groeien. Dat dat een basis kan liggen om op een andere manier te gaan samenleven. En bijvoorbeeld onze multiculturele samenleving, waar dat we ondertussen bijna, zonder dat het zichtbaar was, in verzeild zijn geraakt of in gevroksen zijn geraakt, dat we die multiculturele samenleving als een waarde naar voren moeten gaan schuiven en dat we ons werk ook veel meer daarin moeten gaan situeren. En ik denk dat het dus veel vruchtbaarder is om te erkennen dat we dat verleden hebben, om te erkennen dat we met dat verleden iets willen doen. Moeten die standbeelden afgebroken worden of weggedaan worden? Misschien wel, misschien niet. Ik denk vooral dat we moeten zorgen dat de herinnering aan dat koloniaal verleden niet uitgewist wordt. Dus als we de Leopold II-standbeelden wegdoen, dan moet er iets anders voor in de plaats komen. En misschien moet dat dan de helden uit Congo zijn die we in de plaats zetten van een Leopold II-standbeeld. Maar er moeten aanknopingspunten blijven met ons koloniaal verleden om erover te vertellen, om erover na te denken, zodanig dat we het blijven erkennen, dat we zien dat we iedere mens recht heeft om een waardig leven uit te bouwen, dat mensenrechten het centrum van ons denken wordt en van het uitbouwen van onze visie wordt, en dat we vanuit heel die diverse perspectieven op een nieuwe manier een samenleving gaan uitbouwen, hier in Congo en overal in de wereld. En ik denk dat we daar als moderne en evoluerende ontwikkelingsorganisatie een rol in kunnen spelen en dat we op die manier ook na 60 jaar broederdelen relevanter blijven dan ooit en dat we ook op die manier een solidariteitsorganisatie kunnen zijn die toch wel haar steentje aan die multiculturele waardevolle samenleving kan bijdragen. Oké, dankjewel. Dat de discussies zoals met Nadia ben ik daar nog veel meer van overtuigd geworden. Oké. Dankjewel. Dankjewel allemaal voor jullie interventies. Er zijn ondertussen heel wat vragen die binnenkomen van de mensen die hier aan het volgen zijn. Een hele hoop mensen. Dus jullie, een hele hoop van jullie heeft het al ontdekt. Dus je kan via de chat kan je vragen stellen. Maar we raden het vooral aan om via de Q&A te doen. Als je zelf aan het woord wilt komen, kan je zo je handje opsteken. Dat kan je bij de chat ook doen en dan kan je aan het woord komen. Ik zal een vraag eruit pikken die ik hier zie van Jonas van Mulder, die de vraag stelt van welke rol zien jullie, dus de mensen hier in het panel, weggelegd voor de vele Vlaams erfgoedinstellingen die samen massaal veel bronnen bewaren over de koloniale periode en dan vooral naar het onderwijs toe. Omdat hij verwijst ook naar Sarah, die akkoord in die interventie had over het belang van de socioculturele basis in het onderwijs. Om eigenlijk daar meer de debat te gaan voeren over kolonialisme en
om daar een breder maatschappelijk debat over te hebben. Dus maar ja, voilà. Wat is de rol van al die organisaties, van al die bronnen die we hebben? Hoe moeten we daarmee om in het onderwijs? Dus, okay. Ik kan daar wel iets over zeggen. Ik denk dat hij verwijst ook naar musea en zo. Hè? Het feit dat voilà, hij heeft een heel uitgebreide vraag. Die inderdaad vandaag nog altijd objecten hebben, kunst, gebruiksvoorwerpen hebben, die tijdens die koloniale periode hier zijn, naar hier zijn meegebracht. Het is interessant dat hij die vraag stelt, want natuurlijk op dit moment ben ik als curator beeldvorming bezig met de organisatie van een tentoonstelling in Antwerpen. En wij voorzien in die tentoonstelling zeker ook een aspect naar het onderwijs toe. Ik ben ook zeer blij. Vandaag hebben we vernomen dat er, als het parlement het goedkeurt, dat er in de nieuwe eindtermen ook een hele expliciete vermelding zal staan van de koloniale periode. Dat is een goede zaak. Hè. De voorbije decennia is er in het onderwijs. En het stond er al in. Hè. In bepaalde leerplannen zie je al de aanwezigheid van koloniale periode. Maar het is goed dat het echt op niveau ook van de eindtermen wordt besproken. Dus wij zijn bezig met die expo. Maar musea in het algemeen hebben ook een departement educatie. Dus in die zin, ik vind het ontzettend belangrijk om ook naar scholen toe die gesprekken te voeren. Ook de vragen te durven stellen. Hoe zijn die objecten hier gekomen? Wie heeft die meegebracht? En ook, wat betekent dat ook voor de toekomst? Hoe ga je daar inderdaad ook in de toekomst mee omgaan? Dus in het kader van de expo in het najaar gaan we zeker ook rondleidingen geven aan het onderwijs. En ik denk dat dat ook de functie is ook van erfgoedorganisaties, om zich niet alleen maar te beperken rond wat er gebeurt in hun eigen, tussen de vier muren, maar ook het gesprek aan te gaan met de samenleving en zich ook specifiek te richten naar het onderwijs door bepaalde educatieve pakketten te gaan uitbouwen. En wij werken onder meer ook samen met Studio Globo. Ja, daar had de vraagsteller het ook over. Educatie, ontwikkelingseducatie, om dus ook nu een pakket uit te werken voor de toekomstige expo. Ja. Oké. Ik ga een andere vraag lezen. En panelleden, jullie mogen mij gewoon een teken geven als je erop wil reageren. Willy Musito heeft dan een aantal vragen gesteld. Ik ga zijn laatste vraag voorlezen. En hij heeft het over wat hij zelf noemt het pervers effect van kolonisatie op het mentaal van sommige Afrikanen. Omdat ze de witte man of vrouw idealiseren. Dus en hij vraagt zich af van hoe kunnen de mensen, dus de mensen die de witte man of vrouw als een soort ideaal zien, hoe kunnen ze eigenlijk uit dat kolonialistisch denken gehaald worden en dat ze hun eigen zelfvertrouwen versterken? Decolonisatie is ook een proces dat ook... Mijn boek richt zich vooral tot het decolonisatieproces in België. Maar ik zou ook een ander boek kunnen schrijven over het belang van het decoloniseren bijvoorbeeld van de Congolese samenleving. Het is natuurlijk een samenleving dat 75 jaar lang bezet geweest is. Dat met een hele propagandamachine, het onderwijs, de kerk en zo verder, zijn er bepaalde koloniale denkbeelden ook binnengebracht in die samenleving die tot vandaag nog altijd een zekere impact hebben. Ik denk dat je dat best kan voelen als je als witte persoon, Els heeft dat gevoel, Lieve, Jo ook, denk ik. Als je als Belg, als witte Belg naar Congo reist, dan voel je dat, hoe ook wordt gereageerd. En de uitdaging is inderdaad om op een punt te komen, op een bepaald moment een gesprek te kunnen hebben, een oprecht gesprek te kunnen hebben, waardoor dat mensen jou ook de waarheid durven zeggen. Want vaak is dat niet zo. En dat heeft ook te maken met dat koloniaal verleden. Dus dat decolonisatieproces, decoloniseren van de geesten, richt zich niet tot een bepaalde groep, maar richt zich ook tot mensen die zijn blootgesteld geweest aan een bepaalde racistische koloniale propaganda. Maar dat zijn natuurlijk twee verschillende processen. Hè. Iedereen moet voor zichzelf ook zien van hoe dat gebeurt. Maar Willy heeft een heel goede vaststelling gemaakt dat dat
dat dat een probleem is, dat die koloniale denkbeelden en die complexen die gepaard gegaan zijn of die het gevolg zijn van dat koloniaal systeem, dat dat tot vandaag nog altijd voortleeft. En je ziet dat soms ook gewoon bij kleine kindjes. Dat zij op een of andere manier, ook door de beeldvorming die er nog altijd is in media, door wat er bijvoorbeeld in het onderwijs wordt gezegd en zo verder, dat soms kleine kindjes al eigenlijk een soort van minderwaardigheidscomplex hebben. En dat is een heel serieus iets. En je moet dan op niveau van de familie, van het gezin, moet je daarop investeren. En als het gaat over opvoeding, mensen een zekere eigenwaarde meegeven, zelfvertrouwen meegeven. Maar dat moet ook op een maatschappelijk niveau gebeuren door die foute beeldvorming juist ook te gaan rechttrekken. En de expo van het MAS zal ook focussen. We gaan enerzijds focussen op die objecten die hier aanwezig zijn, die koloniale collecties. Maar anderzijds gaan we ook focussen op de beeldvorming. En we gaan daar de link op maken met het koloniaal verleden. Er zijn bijvoorbeeld destijds, eind 19e eeuw, ook nog in de 20e eeuw, zijn er Congolezen naar hier gehaald om hier human zoos te gaan te worden opgevoerd en zo. Daar zijn destijds 3 miljoen mensen, 3 miljoen Belgen zijn destijds gaan kijken naar die Congolezen die men daar gaat opvoeren in zogezegde dierentuinen. Ja, natuurlijk heeft dat ook een impact op hoe mensen kijken naar mensen van kleur. En tot vandaag zie je nog altijd, ook in media, dat dat ook een impact heeft. Dus zolang dat we dat niet durven erkennen, dat hoe we naar elkaar kijken, hoe we met elkaar omgaan, dat dat een link heeft met die koloniale propaganda, dan vrees ik dat het zeer moeilijk zal zijn om die historisch gegroeide ongelijkheden, om die eigenlijk te gaan rechttrekken. Oké, dankjewel. Als er andere mensen op willen reageren. Een andere vraag. De eerste vraag die ik binnenkwam was van Jan Goossens, directeur van Mamas for Africa. En hij speelde in, ook deels op wat Els zei, maar ik denk dat het ook wel aansluit bij andere zaken die hier gezegd zijn. Dus het gaat echt over wat er vandaag gebeurt hier in België, dus de betoging in Brussel afgelopen weekend ook. Echt de Black Lives Matter movement, die vandaag echt in onze eigen samenleving ook echt present is, die legitiem is, die belangrijk is. Maar hij maakt ook de reflectie van Black Lives Matter. Dat is enerzijds hier bij ons belangrijk, maar dat is ook belangrijk voor die 84 miljoen Congolezen. Dus hoe pakken we dat aan? Is dat ook, moet die beweging breder zijn als eigen samenleving? Of moeten we ook daarin die boodschap verspreiden van... Het gaat ook over de Congolezen in Congo zelf. Ja, inderdaad. Maar we moeten ook kijken naar wat er leeft ook binnen samenlevingen. Ik weet niet of er in Congo een betoging geweest is voor wat er in de VS gebeurt. Dus dat zegt natuurlijk ook iets over samenlevingen. Ik krijg af en toe ook wel wat kritiek uit een bepaalde hoek van mensen die zeggen van ja, het is allemaal goed om bezig te zijn met dat verleden, maar moet je ook niet kijken naar de situatie vandaag? Ik persoonlijk voel me totaal niet aangesproken als ik deze opmerking krijg. Want ik ben de voorbije 10 jaar heel intensief bezig geweest met de huidige situatie in Congo. Ik weet wat er gebeurt in Oost-Congo, ik ken de politieke situatie. Dus ik voel me totaal niet aangesproken. Maar ik ben wel tot de vaststelling gekomen dat er parallellen zijn tussen wat er in het verleden is gebeurd en het systeem dat we vandaag nog altijd zien. We hebben het zojuist gehad over de grondstoffen. Op dit moment zie je al dat er een soort van wedstrijd is om een controle te krijgen op de kobalt in Congo. Kobalt is nodig voor de productie van de elektrische wagens. Bepaalde politieke partijen zeggen we moeten meer gaan inzetten op elektrische wagens. Ja, dat is allemaal goed en wel. Maar om die batterijen te kunnen produceren heb je kobalt nodig. En die kobalt moet je ergens gaan halen. En die ga je gaan halen in Congo, want Congo heeft 60% van de wereldreserves. Je ziet dat de strijd voor de controle over de grondstoffen in Congo, dat dat niet alleen maar een strijd was van eind 19e eeuw of tijdens de koloniale periode, maar dat je dat vandaag nog altijd ziet. En mijn oproep is altijd, want ik ben zelf ook geen historica, we moeten ons niet gaan bezighouden met dat verleden alleen maar om dat verleden, maar we moeten ons wel durven verdiepen in dat verleden om te kijken naar de impact vandaag ook.
als je niet ingaat op het verleden van het koloniaal verleden van België, kan je bijvoorbeeld ook niet begrijpen hoe het komt waarom hier in een land zoals België heel veel mensen zijn van Congolese origine. Dat heeft ook te maken met dat koloniaal verleden. Dus ons heel migratieverhaal, de aanwezigheid van Congolezen, maar ook de aanwezigheid van mensen van Turkse, Marokkaanse origine, heeft historische wortels. Dus om de samenleving vandaag beter te kunnen begrijpen, moet je teruggrijpen naar dat verleden. En uiteraard is het schrijnen wat er gebeurt in Congo en wat er gebeurt in Oost-Congo. Maar mijn oproep is ook om mensen ook de vrijheid te geven om te bepalen wat zij ook belangrijk vinden. Als wij op dit moment vanuit bepaalde hoeken, Congolese groepen, de boodschap krijgen dat we moeten spreken over de standbeelden, ja, dat is ook het recht van mensen, hè? Ook dat is decolonisatie, namelijk mensen de ruimte geven om te bepalen de thema's waarover ze ook willen spreken. En ik vind het soms een klein beetje paternalistisch dat er vanuit bepaalde hoeken dan gezegd wordt van je zou beter spreken over de situatie vandaag, dat is belangrijk en daar wordt ook over gesproken. Maar het is even belangrijk als mensen aangeven dat ze over het verleden willen spreken. Het is niet een of-of verhaal, ik zie het eerder als een en-en verhaal. Oké, dankjewel. Ik zie een aantal mensen knikken. Ik ga zien of dat er nog vragen zijn. Er zijn een hele hoop vragen binnengekomen. Een andere vraag. Op een gegeven moment ging het ook in het deel van Els werd aangehaald van kijk, er is een vorm van particratie aanwezig in ons land. En Staf stelt de vraag van kijk, als politici het laten afweten, enkel bezig zijn met de volgende verkiezingen, moeten burgers het dan niet overnemen? Dus dat is misschien ook een vraag die zich stelt met de vragen die nu naar boven komen vanuit de bevolking, de zaken die naar boven komen. Zijn vraag is van, hoe kunnen burgers, middenveld, werk maken van die verandering, van die solidariteit? Hoe kunnen we eigenlijk meer het verschil maken naast die politiek, waar het soms wel moeilijk mee is. Ik weet niet of de vraag helder is. Dus ja, de vraag is eigenlijk vrij algemeen. Van kijk, hoe kunnen we vanuit het middenveld, en dan als we iets meenemen van vanavond, van is het belangrijk dat middenveld divers is, dus dat er geen wit middenveld is, dat alleen maar waar witte mensen spreken tegen andere witte mensen, maar dat een divers middenveld is. Hoe kan die rol van dat middenveld zijn? Hoe kan die het verschil maken? Wilt iemand antwoorden? Of? Ja. Ik ben iemand die heel sterk gelooft in het middenveld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ervaring die ik ook heb opgedaan de voorbije jaren. Ik geloof niet dat alles zomaar spontaan, automatisch door politieke partijen of door de politieke wereld gebeurt. Ik denk dat politici, politieke partijen, maatschappelijke druk nodig hebben om bepaalde zaken te kunnen realiseren. Ik heb de voorbije dagen al verschillende keren verwezen naar andere emancipatieprocessen. We hebben in dit land een vrouwenbeweging gehad en vrouwen mochten tot 1948 niet stemmen. Er zijn vrouwen geweest die zich hebben gemobiliseerd en nog altijd om zich te kunnen bevrijden, om zich te kunnen emanciperen en om veel meer rechten te gaan afdwingen. We hebben dat gezien ook bij andere groepen. En eigenlijk wat er nu ook aan het gebeuren is, al een aantal jaren, is ook een emancipatiestrijd. Namelijk de emancipatiestrijd van mensen van kleur. En de vraag is natuurlijk, wat zijn de doelstellingen? Ik denk dat dat nog duidelijker moet geformuleerd worden vanuit die bewegingen. Maar ook, welke reactie wil de politiek daarop geven? Ik geef even het voorbeeld van wat er zondag gebeurt. Dus 10.000 mensen zijn op straat gekomen. De vraag is als politieke klasse, wat doe je daarmee? Je kan inderdaad dan alleen maar gaan spreken over de rellen en je kan alleen maar gaan spreken over de coronacrisis. Maar je kan ook proberen om maatregelen te gaan nemen, onder andere een actieplan tegen racisme en zo verder te gaan goedkeuren. Maar
ik vrees dat de huidige druk blijkbaar nog niet volstaat om echt werk te maken, onder andere van de strijd tegen racisme. Dus ik geloof heel sterk in een maatschappelijk middenveld. Niet alleen hier, maar zeker ook in landen zoals Congo. En dat vraagt een zekere organisatie. En dat vraagt soms ook een zekere vernieuwing. Ik denk dat het middenveld vandaag moet zien dat het niet in slaap valt. Hè? Want natuurlijk, als je al heel veel jaren meewerkt, dan ga je soms ook een beetje te veel in het systeem zijn. Het is goed om jezelf een vraag te stellen en het is goed ook om met nieuwe strategieën te komen. Ja, ik zie dat Lieve daar nog wat op aanvullen, dus Lieve. Ja, ik denk dat we... Het zou een heel ander debat vragen, maar ik wil hier gewoon toch wel bijleggen dat we zien, en dat het zelfs wereldwijd is, dat er alsmaar minder ruimte komt voor dat middenveld. Hè. En ik denk dat dat iets is dat we heel goed in de gaten moeten houden en dat we met het resterende middenveld, of het middenveld dat er is, veel meer de handen in elkaar moeten slagen, dat we moeten zorgen dat we dat middenveld terug sterk maken. En dat dat ook betekent dat we nieuwe bewegingen die dat er wel ontstaan, die ook ontstaan bij ons rondom ons, we moeten onze ogen opentrekken, maar dat nieuwe bewegingen, het gaat van wat we zondag hebben gezien, Black Lives Matter, tot hart boven hart en dergelijke, dat dit zijn nieuwe vormen. Waardoor dat mensen zich engageren, van waaruit dat mensen samenkomen enzovoort. En die moeten veel meer hun eigen verhaal gaan schrijven. We moeten het verhaal, dat nieuwe narratief, Nadia daar straks over had, moeten dat veel concreter gaan maken. Van wat bedoelen wij dan met die systeemverandering? Wat bedoelen wij dan met die andere wereld? Enzovoort. En dan moeten wij op die manier als middenveld hier onze plaats innemen. En ik denk dat wij ook moeten zorgen dat we het middenveld wereldwijd versterken. En dat we moeten zien dat er heel veel signalen zijn door de verrichting binnen de politieke cultuur. En dat zien we in heel veel landen, dat veel middenveldorganisaties het moeilijk krijgen. En we zouden ons uit elkaar laten spelen. We zouden soms terugkruipen in onze eigen stellingen. En ik denk dat het nu net het moment is om blijven op straat te komen. Maar dat we dat ook moeten doen in een manier die verbindt. Waarin dat we veel middenveldorganisaties, ook de nieuwe organisaties, bij betrekken. En waarin dat we ons nieuw verhaal maken. Ja, voilà. Ik denk dat er heel veel van de onderwerpen dat we nu aanhalen verdienen een debat op zich. Els wil het ook nog aanvullen, dus Els, ik geef jou het woord. Je micro staat nog af, Els. Als je het even uitzet. Nee? Ja, oké. Ja, prima. Ik ben er weer. Aanvullen bij wat Lieve zei, het systeem moet veranderen, maar ook aanvullen, denk ik, bij de vorige vragen die gesteld zijn. Het systeem moet veranderen, maar eigenlijk, voor mij is het nog veel fundamenteler, ons denken moet veranderen. Het is in ons hoofden dat de klik moet gemaakt worden. Want ik durf dit zeggen, als witte vrouw, weet je, wij zijn nog altijd een meerderheid die in gedachten aan het koloniseren is, zou ik bijna zeggen. Wij zijn nog altijd de bovenste hand en wij zijn nog altijd de hand die geven. En hiermee wil ik aansluiten bij de opmerking die daar straks is gemaakt van ja, die tweede kolonisatiebeweging die moet gemaakt worden in de hoofden van de Congolezen, beter in de hoofden van de zwarte mensen die zich nog altijd minder waardig voelen ten opzichte van, of die zich soms minder waardig voelen ten opzichte van ons als blanken. Het blijft nog altijd een discussie van meerderheid ten opzichte van minderheid. En zolang dat in de perceptie, in het straatbeeld, in de media, in ons onderwijs, want de periode van de kolonisatie opnemen in ons curriculum is volgens mij niet voldoende. Het is ook in de hoofden van de leraren dat het zou moeten veranderen. In onze witte hoofden, in de zwarte hoofden, in de hoofden van het hele systeem, dat het zou moeten veranderen. En volgens mij is dat nog veel fundamenteeler dan maar gewoon een systeemswitch. Volgens mij gaat dat nog veel dieper. Is dat iets dat heel veel tijd nodig heeft. Maar goed. We zijn ermee bezig en het moet ergens beginnen. En als signaal, het verwijderen van de standbeelden zou als signaal al kunnen tellen. En een excuus, een oprechte excuses van België aan Congo en de Congolezen voor die periode. Het zou kunnen helpen. Het is een begin. En dan daarna kan de discussie op gang komen. Maar zolang in ons hoofden, de hoofden van de meerderheid, de hoofden de erfenis eigenlijk van de kolonisator, zolang in ons hoofd niets veranderen en wij blijven wegsteken en wij blijven zeggen, ja, het is voorbij, het is niet ons schuld, wij kunnen daar niet aan doen en zo verder,
komen wij daar ook niet in het terrein. En ik denk dat, dat daar eigenlijk echt hoog tijd voor is, dat we daar allebei vanuit beide kanten, vanuit verschillende groepen, echt mee in het terrein komen. Door enerzijds oog te hebben voor symbolen, als die pijnlijk zijn en storend en zo verder, en anderzijds dan echt ja, bereid te zijn om, om in de hoofden van de mensen en samen in ons hoofden, om onszelf in discussie te staan en proberen de dingen aan te pakken. Dus het gaat verder dan alleen maar het systeem, het zit veel dieper. En eerlijkheid, we moeten eerlijk durven zijn ten opzichte van onszelf. En wij moeten durven zeggen, zolang wij de hand zijn die de bovenste is, die geeft, zit er ergens in ons hoofd nog iets fout. Dat moet ophouden. Zo zie ik het. Dankjewel. Ik zie dat ondertussen nog bijna 9:45 is. Er zijn ja, nog een aantal vragen die niet beantwoord zijn geweest. Maar ik denk ook, zoals hier al een paar keer werd aangehaald, van, er zijn zoveel onderwerpen die in dit boek naar boven komen. Dus voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, zeker lezen. Nog eens een warme oproep daarvoor. En ja, ik denk dat er heel veel kritische, belangrijke bemerkingen zijn gemaakt, waar dat we allemaal mee aan de slag kunnen gaan. Er is nog heel wat werk, maar ook wel heel wat belangrijk werk. Maar ik zou... ik ga nog even kijken of er niks belangrijk binnenkomt. Maar alleszins, ik zou iedereen willen bedanken. Ik zou, als ik kijk even naar het panel, als er nog iets is dat jullie kwijt willen, dat jullie het gevoel hebben dat jullie nog niet hebben kunnen zeggen, dan geef ik u daar nog even de kans toe. Ik zie geen teken, maar anders wil ik iedereen bedanken. Ik wil iedereen bedanken die hier aanwezig was. We waren bijna met 200 mensen hier en er waren op een gegeven moment 60 mensen via Facebook Live aan het volgen. Wat heel fijn is, je kan ook op onze Facebookpagina, maar ook op die van wellicht van Broederlijk Delen, maar ook van EPO Uitgeverij, kan je deze live-sessie opnieuw bekijken. Je kan ons ook achteraf contacteren met specifieke vragen. Er zijn heel wat zaken waarmee dat we samen wellicht aan de slag kunnen. Dus hartelijk dank daarvoor. Hartelijk dank aan EPO-uitgeverij, aan Broederlijk Delen, aan Nadia en Saï, want dankzij haar zitten we hier natuurlijk om dit boek te bespreken en om dit debat te hebben. Normaal ook om aanwezig te zijn. Dus dankjewel. En dankjewel aan de gasten, aan Els Schelfhout, Johanses, Lieve Herreigers, Sarah Agemang. Dankjewel allemaal. Dus.